só isso, não tem mais jeito, acabou. Boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras, e o que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim, irreais, expectativas desleais. That's it, there's no way, it's over. Good luck, I have nothing left to say. It's only words, and what I feel won't change. Tudo que quer me dar, everything you want é to give me, é too much, não há paz. Tudo que there's quer no de mim, all you want from me, is a real expectation. Essa pessoa que o aconselha a um desencontro. Veja por esse ponto, há tantas pessoas especiais. Now even if you hold yourself, I want you to get cured from this person who has you. There is a disconnection. See through this part of you. There are so many special people. Goedemorgen, dames en heren. Het is 11 uur geweest. Ik sta hier in het atrium van B30. Prachtige pand, kenniscentrum in Den Haag. Huis van de drie planbureaus en de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur. Het was natuurlijk fantastisch geweest als u met z'n allen hier aanwezig had kunnen zijn vanochtend. Maar helaas, de loop van de besmettingen staat dat niet toe. Ook wij van het PBL hebben daar onze verantwoordelijkheid te nemen. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel. Want ik begrijp dat er nu al tegen de 300 mensen naar dit programma aan het kijken zijn. Die hadden natuurlijk nooit hier een plek kunnen geven in dit atrium. Dit fantastische atrium. Met die geweldige mozaïekvloer van Robert Bierza. Die prachtige witte wanden die haast mediterraan aandoen met die mooie boogramen. Die prachtige lichtinval. Een atrium dat ja, eigenlijk symbool moet staan voor de transparantie van dit pand. Maar wie weet, we gaan een keer het moment meemaken dat de coronabesmetting voorbij is. En dan bent u hier weer allen van harte welkom. De aanleiding voor vandaag is de PBL Academielezing. Een traditie die teruggaat naar mijn voorganger. Twee keer per jaar organiseert de PBL Academielezing. Daarbij nodigen we vooraanstaande denkers uit om hun visie te geven over de ontwikkeling van de leefomgeving en de opgave die daaruit voortkomt voor het beleid. Het kan ook gaan om wetenschappers, het kan gaan om filosofen, bestuurders, ondernemers. Een gesprek aangaan met het beleid in het centrum van het beleid Den Haag. Om zo het beleid te verrijken met nieuwe vergezichten. Vandaag hebben we als spreker eregast Frank Eldersson. Sinds jaar en dag binnen en vanuit de Nederlandse Bank pleitbezorger en gangmaker voor de rol van de financiële sector in de verduurzaming van economie en samenleving. En we weten allemaal dat hij ook te boek staat als kandidaatlid voor de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank in Frankfurt. Maar daar gaan we het vandaag verder niet over hebben. We gaan zo naar hem luisteren. Even kort het programma. Na nog een paar inleidende woorden van mij gaan we dus luisteren naar Frank Eldersson. Daarna hebben we twee core-referaten. Eentje van Christian Rehbergen, thesaurier-generaal van het ministerie van Financiën. En van Bas Ruter, directeur duurzaamheid bij de Rabobank. En daarna eigenlijk is de vloer aan u. Daar hoeft u overigens niet op te wachten. U kunt uw vraag al eerder kenbaar maken via de chatruimte van dit programma. U ziet daar Mark van Oorschot zitten.
Mark gaat mij helpen in het doorsluizen van de vragen naar de discussie naderhand. We hebben ook twee gangmakers voor het stellen van die vragen. Die ga ik zo meteen ook aan u voorstellen. En dan om 12:30 ronden we weer af. En dan ongetwijfeld verrijkt met inspirerende inzichten gaan we aan de lunch. De aanleiding. De directe aanleiding van deze lezing is het gemeenschappelijke rapport dat PBL en de Nederlandse Bank eerder dit jaar het licht hebben doen zien. Onder de titel Biodiversiteit en de financiële sector in kruisbestuiving. En ook daar was Mark van Oorschot bij betrokken als een van de belangrijkste co-auteurs vanuit het PBL. Het betreft een verkenning van de mogelijke risico's, maar ook kansen die de financiële sector loopt in verband met de achteruitgang van de biodiversiteit. Hoe zijn die financiële kansen in kaart te brengen? Hoe kunnen de risico's berekend worden en vervolgens worden meegenomen in investeringsbeleid? Een van de bevindingen, ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar een van de bevindingen was dat Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen wereldwijd voor meer dan 500 miljard hebben uitstaan in bedrijven die erg afhankelijk zijn, dus hoog tot zeer hoge afhankelijkheid hebben van één of meer ecosysteemdiensten. Dus de relatie tussen biodiversiteit aan de ene kant en financiële kansen en risico's aan de andere kant is wel degelijk aanwezig. Breder en onderliggend is natuurlijk de noodzaak om onze manier van leven beter in balans te brengen met onze natuurlijke omgeving. We leven volgens veel mensen in het antropoceen. Het tijdperk waarin de menselijke soort aan de ene kant en de natuur aan de andere kant van elkaar afhankelijk zijn geworden. In hoge mate van elkaar afhankelijk zijn geworden. Wij kunnen de natuur niet meer bedenken als iets wat zich buiten ons afspeelt. Als een soort van externe omgeving. Die we kunnen benutten als een soort van eindeloze ruimte om ons afval te dumpen. Of als een eindeloos reservoir van grondstoffen. Wij moeten de natuurlijke effecten van ons handelen expliciet in onze manier van leven, in onze organisatie van de economie gaan betrekken. Vandaar de noodzaak om dat daar methoden voor te ontwikkelen, zienswijzen voor te ontwikkelen, regels voor te ontwikkelen. En vandaar de spotlight op de financiële sector. Een krachtige speler in bepalen van ons economisch reilen en zeilen. Welke methoden kunnen we ontwikkelen om milieueffecten beter in investeringsbeslissingen en plek te geven? Vorig jaar is in China de 15e COP op het gebied van biodiversiteit in Kunming uitgesteld, ook vanwege de coronabesmettingen. Daar zal onderhandeld worden over nieuwe doelen op wereldschaalniveau voor biodiversiteit. En over een raamwerk voor de realisering daarvan. En daarin zal ook de financiële sector een plek krijgen. En dat is een belangrijke reden om de rol van die financiële sector nog eens helder te maken. En daarvoor hebben we natuurlijk onze spreker uitgenodigd, Frank Eltersson. Directeur toezicht bij de Nederlandse Bank. Voorzitter van het netwerk for Greening the Financial System. Ik kom daar naar de hand nog even op terug. Voorzitter van het Nederlandse platform voor duurzame financiering. En zoals gezegd, Frank, kandidaatlid voor de Raad van Bestuur van de ECB. Mensen die vaker al naar Frank Eltersson op digitale beelden hebben gekeken, die weten dat hij dan altijd voor dat prachtige schilderij zit van Peter Meijer. En dat is ook dit keer het geval. Frank, welkom. En men zegt dan normaal, the floor is yours. Maar in dit geval hebben we de vloer ingewisseld voor het scherm. Dus the screen is yours. Aan jou het woord. Hans, heel veel dank voor je warme introductie. Heel veel dank ook voor deze buitengewoon eervolle uitnodiging. Ik weet dat de academielezing een instituut is, net zoals de PBL een instituut is. En het was prachtig geweest om dat daar inderdaad in die mooie aula te doen. Maar we gaan het vandaag, we gaan het zo doen. Dus nogmaals dank voor deze mooie uitnodiging. En goedemorgen, dames en heren. Mag ik aan het begin van dit verhaal meteen enige mentale gymnastiek van u vragen? En u meenemen naar het Japan van de 19e eeuw. En ik zou graag nu de regie willen vragen om afbeelding 1 te laten zien. U kent deze afbeelding al ongetwijfeld. Het is een van de bekendste prenten van de 19e eeuwse Japanse kunstenaar Hokusai. Met als titel De Grote Golf van Kanagawa. En als je daarnaar kijkt, dan, en u kent deze print natuurlijk allemaal, maar we gaan er nog een keertje goed naar kijken met elkaar. Als je naar kijkt, dan wordt je aandacht in de eerste instantie getrokken naar wat er op de voorgrond gebeurt. Enkele vissersbootjes zijn in zwaar weer terechtgekomen en er is een gigantische golf die hen dreigt
te doen kapseizen. En je vraagt je af, gaat dit goed komen? En pas in tweede instantie valt je de achtergrond op. De besneeuwde bergtop van de berg Fuji. Die als een stille toeschouwer erbij staat. Dames en heren, ook wij zitten in een vissersbootje. En ook wij zien een gigantische golf op ons afkomen. Meer dan één zelfs. De golf van de pandemie trekt nu voor de tweede keer door ons land. En onmiddellijk gevolgd door de golf van een economische recessie. En in deze lezing ga ik het hebben over nog twee golven die ons wachten. Die van klimaatverandering en die van verlies van biodiversiteit. En als we als samenleving, als land, als wereldwijde gemeenschap niet willen kapseizen, dan is een verduurzaming van onze economie brood nodig. Ik ga hier geen uitgebreide kunstexegese doen. Daarvoor zijn anderen beter geschikt. Maar het is interessant om te weten dat de prent van Hokusai, die ik u net toonde, uit een reeks van 36 prenten komt. 36 prenten waarop steeds de berg Fuji te zien is. En op zo goed als al deze prenten is de berg Fuji een soort onveranderlijke, vanzelfsprekende achtergrond waartegen de menselijke bedrijvigheid zich afspeelt. Maar die vanzelfsprekendheid, dat idee dat hoe drukdoende we ook zijn, de natuur op de achtergrond zoals vanouds zal blijven doorwerken, staat op de helling. Eerder dit jaar maakten de bosbranden in de Peel dat nog maar eens overduidelijk. Dagenlang woedde die brand en 400 hectare ging in vlammen op. Dat was niet langer die vanzelfsprekende achtergrond. Dit speelde zich af op de voorgrond. Dames en heren, het is nu tijd om de natuur, ons klimaat, onze biodiversiteit, waar wij als mens, en Hans zei het net al heel mooi, waar wij als mens integraal deel van uitmaken, niet langer op de achtergrond te zetten, maar prominent op de voorgrond. Voor de Nederlandse bank begon dat bijna 10 jaar geleden, in 2011. Met ons uitgesproken engagement voor een duurzame welvaart. Welvaart die ruimer ging dan hoe we er voorheen naar keken. Welvaart die gestoeld is op waardig werk voor iedereen. Op verantwoorde consumptie en productie. Op respect voor deze omgeving. Voor onze omgeving. Het klimaat en de biodiversiteit. En op de wens om dit in partnerschap te doen. Met zoveel mogelijk anderen. Zoals ook vandaag met u in deze virtuele aula. Ons engagement voor duurzame welvaart markeerde ook het begin van een bijzondere leercurve. De voorbije jaren deden we bij de Nederlandse Bank heel wat onderzoek naar de relatie tussen klimaat en biodiversiteit aan de ene kant en ons financiële systeem aan de andere kant. En ik wil u meenemen naar een aantal mijlpalen. In 2016 publiceerden we het rapport Duurzaam beleggen in de Nederlandse pensioensector, waarin we de stand van zaken op dit vlak combineerden met aanbevelingen voor de toekomst. Ook in 2016 publiceerden we het rapport Time for Transition. En dit was een verkennende studie van de transitie naar een koolstofneutrale economie. In 2017 volgde het rapport Waterproof. En in dit rapport richten we onze lens op de impact van klimaatrisico's op de Nederlandse financiële sector. En deze impact was veelzijdig, zo bleek, en diende zich steeds nadrukkelijker aan. Voor DNB betekende dit dat we klimaatrisico's steviger gingen verankeren in ons toezicht. Met als uiteindelijke doel duurzame financiële stabiliteit. In 2018 was er het rapport De Prijs van Transitie. Een analyse van de economische gevolgen van CO2-belasting. En ook nog in 2018 publiceerden we een stresstest disruptieve energietransitie. Om de mogelijke effecten van een disruptieve energietransitie in kaart te brengen voor de Nederlandse financiële sector. En de conclusie was dat een plotselinge transitie tot stevige verliezen zou leiden voor financiële instellingen. En tot slot de studies Values at Risk uit 2019 en Indebted to Nature uit 2020. En voor die laatste, Hans zei het zo even al, werkten wij zeer nauw samen met de organisator van deze lezing, het Planbureau voor de Leefomgeving.
En wat een vruchtbare samenwerking is dat geweest en is dat en zal dat zijn. Indebted to Nature werd vorige week nog in The Guardian vermeld. En ik kan erbij zeggen, niet omdat wij via communicatie dat hebben geprobeerd, maar dat ging gewoon zomaar. Het is een belangrijk rapport. In een artikel van de hand van de oud-voorzitter van het IPCC over het belang van biodiversiteit in de financiële sector. En u heeft het misschien gezien, bij zijn recente reden voor de Verenigde Naties verwees ook onze premier naar ons gezamenlijk rapport. Nogmaals, heel veel dank voor de bijzonder vruchtbare samenwerking en voor de organisatie van deze lezing. Het is een eer om dit jaar deze lezing te mogen houden, maar het is vooral ook, Hans, zeg ik toch nog één keer even tussendoor, een groot plezier om dat op deze manier ook samen met jou te mogen doen. En natuurlijk met al onze medewerkers. Over wat we de voorbije jaren leerden in al deze verschillende rapporten, kan geen misverstand bestaan. Ons klimaat en onze biodiversiteit staan onder grote druk. En dat leidt tot grote risico's. Risico's waar ons financiële systeem niet immuun voor is. En laat me dat wat concreter maken. Concreter maken door stil te staan bij biodiversiteit. Eerst enkele cijfers. Uit het WWF Living Planet Report weten we dat er tussen 1970 en 2016 een afname was van 68% in de populatiegrootte van zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en vissen. In de komende decennia dreigen wereldwijd nog een half tot 1 miljoen plant- en diersoorten uit te sterven als gevolg van klimaatverandering, vervuiling en overexploitatie. Om te onderzoeken wat dit betekent voor de financiële sector, maakten we een raamwerk dat de relatie tussen biodiversiteit en financiële instellingen in kaart brengt. En die relatie, en dat zal u niet verbazen, is indirect en loopt via de financiering van bedrijven. Maar die indirecte relatie vertaalt zich uiteindelijk wel in risico's. En we identificeerden 3 typen van die risico's. Ten eerste is er wat we hebben genoemd het afhankelijkheidsrisico of het fysieke risico. En dit is het risico dat bedrijven lopen die afhankelijk zijn van biodiversiteit en van ecosysteemdiensten. Neem nu de dierlijke bestuiving door bijen of door vogels. Meer dan 3/4 van de belangrijkste voedselgewassen voor voedselvoorziening is in meer of mindere mate afhankelijk van deze bestuiving. Mocht dierlijke bestuiving wegvallen, dan is zo'n 5-8% van de wereldwijde gewasproductie per jaar in gevaar. Dergelijke fysieke risico's kunnen de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen, waardoor de bedrijfswaarde vermindert, het vermogen om winst te genereren en schulden terug te betalen verslechtert en financiële instellingen, dus wat wij dan noemen markt- en kredietrisico's, lopen. Dus dit is een keten van gevolgen die uiteindelijk ertoe leiden dat biodiversiteitsverlies leidt tot financiële risico's voor financiële instellingen. Om u een idee te geven, de blootstelling van financiële instellingen in Nederland aan bedrijven die bestuivingsafhankelijke producten maken, bedraagt 25 miljard euro. DNB en PBL kwamen tot de conclusie dat Nederlandse financiële instellingen voor 510 miljard euro aan financiering hebben uitstaan bij bedrijven met een hoge of een zeer hoge afhankelijkheid van 1 of meerdere ecosysteemdiensten. En dus een fysiek risico lopen. En dan onderzochten we alleen nog maar de directe afhankelijkheid van ecosysteemdiensten. Secundaire afhankelijkheid, zoals in de textielsector, die afhankelijk is van katoenproductie, namen we nog niet eens mee. Het totale fysieke risico is dus vermoedelijk nog veel groter. Naast het afhankelijkheids- of fysieke risico zijn er nog de risico's die te maken hebben met de impact die bedrijven kunnen hebben op ecosysteemdiensten en op biodiversiteit. En dit zijn de transitie- en reputatierisico's. Stel dat we erin slagen om onze Nederlandse overheid mee te nemen in onze oproep tot een groen herstel en dit te laten vertalen in wet en regelgeving. Of nog beter, dat we er ook in slagen om volgend jaar in Kunming mondiale afspraken te maken om onze biodiversiteit wereldwijd te redden. Dan bestaat het risico
dat een te plotse verandering van de beleidskoers tot schade leidt voor het bedrijfsleven. Potentieel aanzienlijke schade. Dit is het transitierisico. Financiële instellingen die investeren in deze bedrijven lopen dan het risico dat hun investeringen minder waard worden. Denk bijvoorbeeld aan de stikstofdiscussie hier in Nederland. In het rapport Indebted to Nature hebben we berekend dat de 3 grootbanken in ons land via kredietverlening voor ongeveer 81 miljard euro zijn blootgesteld aan stikstofintensieve sectoren, zoals landbouw, industrie en transport. En u kunt zich vast iets voorstellen bij wat een plotselinge verandering in de beleidskoers zou kunnen betekenen. En dan is er nog het derde risico, het reputatierisico. U kunt hierbij denken aan de financiering van bedrijven die via hun productieprocessen betrokken zouden zijn bij bijvoorbeeld ontbossing. De financiële sector in Nederland is hieraan blootgesteld voor een bedrag ongeveer 97 miljard euro. En ik hoef u niet te vertellen dat aansprakelijkheidsclaims of reputatieschade al snel kunnen leiden tot hogere operationele risico's en kosten. Het verlies aan biodiversiteit speelt dus niet zomaar op de achtergrond. Het heeft ook zeer tastbare economische gevolgen die dan weer leiden tot risico's voor financiële instellingen. En het is niet onlogisch om bij het horen van deze dramatische cijfers en bedragen niet meteen te weten wat te doen. Het is als aan de voet van de berg Fuji staan en je afvragen, hoe kan ik ooit die top bereiken? Maar als je eenmaal beslist hebt dat je naar de top wilt, dan is de moeilijkste beslissing eigenlijk al gemaakt. Vanaf dan is het een kwestie van de juiste schoenen aantrekken, je rugzak van proviant voorzien, een kaart en wandelstok in je hand houden en vervolgens stap voor stap naar de top. En nu is het moment om aan die beklimming te beginnen. Nu is het moment om volop in te zetten op een groen herstel van onze economie. Op een herstel met aandacht voor klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit. Op een herstel met de juiste aandacht voor wat zich lange tijd op de achtergrond afspeelde. Nog langer wachten maakt de fysieke risico's die ik zo net vermeldde alleen maar groter. Nog langer wachten maakt de maatregelen die overheden zullen moeten treffen om die fysieke risico's het hoofd te bieden alleen maar radicaler. Wat dus betekent dat de transitierisico's ook alleen maar zullen toenemen. Nog langer wachten betekent niet dat de risico's zullen oplossen als een soort bruistablet in het water. Integendeel. Het betekent dat de oplossingen die we nodig hebben alleen maar van groter kaliber zullen moeten zijn. En vergis u niet, er is niets dat ons tegenhoudt om nu meteen met die beklimming te beginnen. We hebben het akkoord van Parijs om ons klimaat te redden. We hebben de agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. En hopelijk bereiken de wereldleiders volgend jaar in Kunming, Hans zei het al, een akkoord over het redden van onze biodiversiteit. Zij zijn het immers die hierin het voortouw moeten nemen. Onze overheden, van hen verwachten we een helder klimaatbeleid. Van hen verwachten we dat zij de lijnen uitzetten. En daarbinnen kunnen de financiële sector en de toezichthouders en centrale banken dan hun belangrijke bijdrage leveren. Dus, hoe pakken we dit concreet aan? We zetten de voorbije jaren hard in op een wereldwijde aanpak van de klimaatverandering. En hoewel we de klimaatcrisis nog niet tot het verleden kunnen rekenen, moeten we toch al verder kijken dan dat. Voorbij het klimaat, beyond climate, zoals ik het in mijn internationale speeches zei. Want zoals de cijfers aantonen, en dat licht ik u net toe, doemt de golf van de biodiversiteitscrisis al aan de horizon. En die zou ons potentieel nog veel harder kunnen raken. Maar er valt alvast veel te leren uit de voorbije jaren. Uit hoe we tot nu toe de klimaatcrisis hebben aangepakt. Waarbij het ene bruikbaarder is dan het andere in de aanpak van de biodiversiteitscrisis. Zo leerden we dat onze wissel op de toekomst voor de klimaatcrisis een juiste beprijzing van de CO2-uitstoot is. Dat is een cruciaal onderdeel. Keer op keer is door onderzoek bevestigd dat het
cruciale belang van de beprijzing van die externaliteit van CO2. Helaas is een equivalent van het quasi één op één verband tussen het verminderen van CO2-uitstoot en de klimaatverandering nog niet gevonden in de context van de biodiversiteitscrisis. En mogelijk wordt dat ook niet gevonden. Het zou wel eens kunnen dat we op meerdere fronten tegelijk zullen moeten strijden om de biodiversiteitscrisis aan te pakken. Waarbij er wel steeds meer een internationale consensus is dat het beprijzen van negatieve milieu-externaliteiten, of dat nu CO2-uitstoot is of iets anders, altijd ten goede zal bijdragen. En het ziet er ook naar uit dat we naast die strijd tegen de klimaatverandering en de afname van biodiversiteit ons ook zullen moeten voorbereiden op het opvangen van de gevolgen van die crisis. Want die gevolgen zullen er zijn. En voor een stuk zullen we die kunnen opvangen. Bijvoorbeeld, als dierlijke bestuiving afneemt, kunnen imkers redding brengen. Als koraal, zeegrassen, mangroves voor de kust verdwijnen, dan kunnen we hogere dijken aanleggen. Als ontbossing de kans op modderstromen vergroot, kunnen we nabijgelegen dorpen of steden hiertegen beschermen. Maar sommige ecosysteemdiensten laten zich niet zomaar vervangen. Op het verlies van sommige ecosysteemdiensten zal een menselijk antwoord steeds tekortschieten. En dan is verloren wat verloren is. We kunnen onze vindingrijkheid dan ook veel beter aanwenden om de kwetsbaarheid en de degradatie van bestaande ecosysteemdiensten en ecosystemen te verminderen. En daar waar mogelijk nog te voorkomen. Onder meer met duurzame landbouw, geïntegreerd waterbeheer en duurzaam bosbeheer. Wat we ook doen om de afname van biodiversiteit tegen te gaan, laat het geïntegreerd zijn met het klimaatbeleid. Want klimaat en biodiversiteit hangen met elkaar samen. Uit de voorbije jaren destilleer ik graag nog 3 lessen. Lessen uit onze aanpak van de klimaatcrisis, die ons ook bij de aanpak van de biodiversiteitscrisis verder zouden kunnen helpen. En de eerste is: je kunt dit niet alleen. Dat zit ook in de Nederlandse titel van het Indebted to Nature Report. In het Nederlands is het biodiversiteit en de financiële sector. Een kruisbestuiving, met een vraagteken. Dus aan alle bankiers, financiële toezichthouders, pensioenfondsbestuurders, raad ik aan om vruchtbare samenwerkingsverbanden te zoeken met organisaties die hen met hun data, hun kennis en hun netwerk kunnen helpen om dit zeer belangrijke onderwerp verder in een organisatie vorm te geven. En tegen de biodiversiteitsgemeenschap zou ik hetzelfde willen zeggen. Zoek contact met toezichthouders, met financiële instellingen en ministeries van Financiën om samen op weg te gaan. Dat is de eerste les. We kunnen het niet alleen. Zoek samenwerkingsverband. Ten tweede. In Parijs zetten we de redding van ons klimaat op touwen. En we hebben nu ook een Parijs nodig om onze biodiversiteit te redden. En een belangrijke stap hierin zou volgend jaar in Kunming kunnen worden gezet. Daar zullen de biodiversiteitsvisie en missie voor de periode 2030 tot 2050 worden geactualiseerd. En zullen nieuwe doelstellingen voor de komende 10 jaar worden vastgesteld. En de verwachting is dat de nieuwe doelstellingen ambitieuzer zullen zijn dan ze tot nu toe waren. Zo wordt gesproken over een uitbreiding van het areaal van beschermde gebieden tot 30% van het totale aardoppervlak. En ik zou graag geloven dat Kunming het Parijs van de biodiversiteit zal worden. Maar ik wil me ook hoeden voor ijdele hoop. Het biodiversiteitsverdrag bevat tot nu toe immers hoofdzakelijk algemeen geformuleerde verplichtingen. En ik hoop dat we in Kunming een stap kunnen zetten naar concrete en controleerbare verplichtingen. Een versterking dus van het biodiversiteitsverdrag op het vlak van transparantie en accountability. Naar het voorbeeld van het akkoord van Parijs zou gedacht kunnen worden aan wat heet ratcheting. Dit betekent dat de ondertekenende partijen periodiek evalueren of ze op koers zitten en zich bij voorbaat engageren om, indien dat niet het geval zou zijn, extra inspanningen te leveren. Trouwens, niet alleen landen, maar ook de financiële sector zou zich kunnen en misschien ook wel moeten committeren aan de realisatie van een scherper gesteld biodiversiteitsverdrag.
En zo komen we na deze twee lessen bij de derde. Om impact te hebben heb je hefbomen nodig. Hefbomen die ervoor zorgen dat je sneller de top van de berg bereikt. En die hefbomen die vind je. Die vind je bij financiële instellingen, bij financiële toezichthouders en bij de instellingen die die toezichthouders op hun beurt weer beïnvloeden. Financiële instellingen hebben enorme investeringsportefeuilles die zowel afhankelijk zijn van als invloed hebben op de biodiversiteit. Als we erin slagen om die portefeuilles de richting van groen herstel in de richting van groen herstel te oriënteren, dan winnen we heel veel terrein. Vandaag loopt dit vaak vast op het gebrek aan betrouwbare en vergelijkbare data. Het is waar dat we daar hoge nood aan hebben. En het is ook waar dat de cijfers en verbanden die we nodig hebben om goede beslissingen te nemen. Daar hebben die cijfers hebben we nodig. Maar het is niet waar dat ondanks het feit dat we dat allemaal niet in perfectie op dit moment al beschikbaar hebben, het is niet waar dat we er op dit moment nog niets aan zouden kunnen doen. En ik zeg dan ook, wacht niet op die perfecte data om nu actie te ondernemen. Want de kans is groot dat tegen de tijd dat we perfecte data hebben, we achter de feiten aanlopen. En het helpt ook om hierin voortrekkers te hebben. En voor wat betreft inspanningen om vanuit de financiële sector de CO2-uitstoot terug te brengen, vind ik die voortrekkers hier heel dicht bij huis. Want in 2019, na het akkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord, tekenden inmiddels 53 financiële instellingen in Nederland een klimaatcommitment. En dit betekent onder andere dat de Nederlandse financiële sector vanaf nu jaarlijks rapporteert over het CO2-gehalte van hun beleggingen en leningen. En hiermee spelen zij een voortrekkersrol voor andere sectoren in Nederland en voor financiële sectoren internationaal. En ik daag dan ook graag nu uit de Nederlandse financiële sector om te komen tot een volgend commitment. Ik daag hen uit om als eerste ter wereld ook een biodiversiteitscommitment aan te gaan en hierover jaarlijks te rapporteren. Nederland als voortrekker, Nederland als inspiratie, Nederland als u wilt als gidsland bij de beklimming van de berg Fuji. Nu de financiële toezichthouders. Zij hebben een dubbele hefboom. Een dubbele hefboom omdat zij de beslissingen van financiële instellingen beïnvloeden door prudentiële ESG-risico's op te nemen in hun rol als toezichthouder. En hierdoor hebben zij een enorme hefboom in handen om de portefeuillesamenstelling van financiële instellingen in de juiste richting te wenden. En ook dat botst wel eens op praktische bezwaren, want hoe moeten toezichthouders dat dan concreet aanpakken? Nou, de Europese Centrale Bank publiceerde recent alvast een hele bruikbare gids in dit kader. Maar met die vraag komen we ook bij de stakeholders met een driedubbele hefboom, zoals het Internationale Monetaire Fonds en de International Standard Setting Bodies. En ook bij een organisatie waarvan ik de eer heb om ze voor te zitten, de Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System, het NGFS. Dit is een netwerk van inmiddels 75 centrale banken en toezichthouders wereldwijd op 5 continenten dat zich zeer expliciet en actief inzet voor een vergroening van het wereldwijde financiële systeem. Een voorbeeld van zeer concrete output van dit netwerk is een recent gepubliceerde gids voor toezichthouders om die ESG-risico's mee te nemen in hun prudentiële toezicht. Het is een heel concrete handleiding geworden waarmee toezichthouders zo aan de slag kunnen. En al die hefbomen, dus de financiële sector ten opzichte van haar klanten, de toezichthouders ten opzichte van de financiële sector, en wereldwijd omspannende netwerken en organisaties ten opzichte van de toezichthouders, al deze hefbomen worden uiteindelijk in gang gezet door onze overheden. Zij hebben de echte 7-mijlslaarzen. Als zij echt het voortouw nemen, dan kunnen we weliswaar niet in no time, maar misschien nog net wel just in time, de top van Mount Fuji bereiken. Voor onze overheden betekent dit concreet dat zij het goede voorbeeld moeten geven door publieke groene investeringen te versnellen en daarnaast wet en regelgeving te ontwikkelen die private groene investeringen stimuleert. Nou weet ik dat ik met mijn 3 lessen een halve eeuw te laat ben. Het rapport van de Club van Rome dateert uit 1972. En dat had ons met elkaar
veel eerder en veel hardhandiger wakker moeten schudden. Maar we kunnen niet terug in de tijd. En vandaag is er momentum. Een momentum waarop onze overheden, nationaal en internationaal, de financiële sector, de toezichthouders en centrale banken de handen in één moeten slaan. En we kunnen de tij nog keren. Maar de luxe om nog langer te talmen hebben we niet. Dames en heren, ik rond af. En staat u mij toe dat ik hiervoor nog één afbeelding toon uit die reeks van 36 gezichten op de berg Fuji. Misschien is dit een moment waarop die kan worden getoond. Dank. De titel hiervan is Ejiri in de provincie Suruga. En op deze afbeelding zien we een groepje mensen dat verrast wordt door een windvlaag. De een verliest zijn hoed en de ander zijn papieren. We zien chaos. En het is duidelijk dat we als mens niet veel nodig hebben om onze grip op de wereld te verliezen. Hoe drukdoende we ook zijn, we zijn kwetsbaar ten opzichte van de kracht van de natuur. We zijn als mens kwetsbaar. Maar sommige mensen zijn kwetsbaarder dan anderen. En de ongelijkheid tussen mensen, die op zichzelf al verontrustende proporties heeft, wordt alleen maar verder versterkt door de klimaat- en de biodiversiteitscrisis. En als het ons menens is om de klimaat- en biodiversiteitscrisis aan te pakken, en dat moet het zijn, dan kunnen we niet anders dan holistisch te werk gaan. En dat betekent dat we ons ook moeten buigen over de ongelijkheid in de wereld. Ik begon mijn verhaal met de vanzelfsprekendheid van de berg Fuji op de achtergrond en de bedrijvige mens op de voorgrond. En dat we die achtergrond nu dringend op de voorgrond moeten plaatsen. Maar dat betekent niet dat we de mens naar de achtergrond moeten verplaatsen. Het gaat om het vinden van een nieuw evenwicht. We moeten zowel een nieuw evenwicht vinden tussen mens en natuur als tussen mensen onderling, wereldwijd. En wat ik in deze afbeelding zie, is dat een windvlaag alles terug in het juiste perspectief kan plaatsen, in de juiste verhoudingen. En dat is nodig. Het is tijd om als mens, als passant in deze wereld, een keertje achter en rondom ons heen te kijken. Naar die achtergrond zonder welke en van een voorgrond helemaal geen sprake kan zijn. Het is hoog tijd om onze destructieve gewoontes te laten verwaaien en nieuwe plannen te maken. Plannen die luisteren naar wat de wind te vertellen heeft. Dames en heren, Hans, ik dank u voor uw aandacht. En ik kijk uit naar de reactie van Christian en Bas. En nadien zeker ook naar uw vraag. Dank u wel. Frank, geweldig. Dat is het nadeel van een digitale bijeenkomst. Normaal zou hier natuurlijk het applaus nu geklaterd hebben. Ik hoor het applaus ook hoor, de netwerken. En of het symbolisch is of niet, het licht is gaan schijnen hier, de zon schijnt er binnen toe. Dus dank voor je inspirerende vergezicht. We gaan ongetwijfeld daar zo meteen in het vraag-antwoord deel op terugkomen. Maar ik heb toch een brandende kwestie die ik... Ik kan het niet laten om hem aan je voor te leggen. Je spiegelt op een hele mooie manier de biodiversiteitsagenda aan de klimaatagenda. Parijs 2015, dadelijk Kunming, mondiale afspraken maken, afrekenbaar concrete doelen, netwerk daaromheen organiseren en met elkaar van wal gaan. Nou is er natuurlijk op de korte termijn, gegeven de crisis waar we in zitten, de coronacrisis en de financiële crisis die daarachter komt, zijn allerlei overheden zijn bakken met geld aan het klaarzetten voor zeg maar even herstelbeleid uit die crisis. Europa heeft meer dan 650 miljard klaarstaan. Duitsland heeft 130 miljard klaarstaan. Wij zelf hebben een groeifonds ingericht van 20 miljard. Hoe zie je de relatie tussen dit bredere verhaal, het feit dat we dus inderdaad die biodiversiteitscrisis moeten internaliseren in ons financieel-economische systeem, en de kans die we hebben om met die enorme sommen geld die nou klaarstaan, echt inderdaad misschien wel een toekomst, meer toekomstbestendige economie in te gaan richten. Ligt daar een relatie tussen die twee dingen? Hoe zie jij dat? Nou, dank je Hans, de hele goede vraag. Daar zal ik iets op zeggen. Overigens, voordat ik dat doe, want dat applaus, dat geloof ik wel. Maar wat jullie dan misschien hadden gedaan, is na afloop mij daar wat bloemen geven.
En die zijn net, terwijl ik aan het spreken was, zijn die hier bezorgd. Ja. Dus ik heb hier ook een heel mooie kaart. Die bloem heb ik nodig in mijn handen. Maar ik heb wel een kaartje met de boodschap erop. Dus dank daarvoor. Bewijzen van applaus. De timing is perfect. Was de ja. timing oplossing van het klimaatprobleem? Die is er maar zo perfect als jullie bloem. Dat gezegd zijnde, ik denk dat er een enorme kans ligt. En ik denk dat er een risico is dat we die kans onvoldoende grijpen. Dat is denk ik heel kort gezegd het antwoord op je vraag. Iets langer. Een aantal maanden geleden had het IMF al uitgerekend dat we wereldwijd ongeveer 9 triljard aan herstelmaatregelen, als bij elkaar opgeteld, wereldwijd zouden inzetten. Of inmiddels is dat al hoger dan dat bedrag, vertelde men mij. Dus er is een giga hoeveelheid geld, wordt nu ingezet om de economie in zekere zin toch weer op te stoten in de vaart der volkeren, die recovery te bewerkstelligen, et cetera. Het grootste gevaar is natuurlijk dat we terugbouwen een 3,7 graden economie. En het grootste gevaar is dat we terugbouwen een economie die ertoe leidt dat we steeds grotere aanslagen plegen op de biodiversiteit en daarmee de biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Dus we moeten, daar ben ik diep van overtuigd, dat geld gebruiken om twee dingen tegelijk te doen. We moeten het gebruiken om die economie weer een opschoen te geven. En we moeten tegelijkertijd ook die economie van de toekomst bouwen. Een economie die digitaler is, maar zeker ook een economie die duurzaam is. Gebeurt dat? Het gebeurt deels. Dus in zoverre dat gebeurt, juich ik dat toe. Een groot deel van die 750 miljard van het Next Generation Program van de Europese Unie is hiervoor geïrmarkt. Verschillende landen, ook Nederland, doen dat ook. Maar ik zou dat nog meer kunnen. En zijn er landen waar dat eigenlijk nagenoeg niet gebeurt? Jazeker, die zijn er ook. Dus ik denk dat het, dit is onze kans om vroeger had ik gezegd om twee vliegen in één klap te slaan, maar dat is in deze context een volstrekt verkeerde beeldspraak. Maar dat zouden we moeten doen. Oké, dank. Overigens, voor ik het vergeet, je gaf ons de complimenten als PBL voor de samenwerkingen met de Nederlandse Bank. Die zijn wederzijds natuurlijk, hè? Ook wij hebben het super interessant gevonden en super dynamisch en informatief om met jullie samen te werken. En ik weet dat hierna wordt er nog een workshop georganiseerd. We gaan nadenken over vervolgvragen. Dus die samenwerking die krijgt een vervolg. Ik wil ook vanwege de tijd naar onze co-referenten gaan. We hebben twee co-referenten gevraagd om eens te reflecteren op jouw verhaal. En ik geef nu het woord aan Christian Rehberger, thesaurier-generaal bij het ministerie van Financiën. Met de vraag hoe Christian aankijkt tegen jouw verhaal. En daarover nadenken vanuit de rol van de overheid. Christian Rehberger, onze aandacht is voor jou. Ja, dankjewel Hans. En dankjewel Frank voor deze inleiding. En ik denk echt dat je de juiste dingen eigenlijk noemt die van belang zijn voor dit onderwerp. En misschien als eerste nog even zeggen dat we echt super trots zijn dat we vanuit Nederland jou als kandidaat voor de ECB voor kunnen dragen. Ook dat is een instelling waar veel van dit soort onderwerpen, denk ik, nog de nodige vooruitgang moeten maken. Dus dat gezegd hebben. Ik zou een paar dingen willen zeggen. Als eerste eigenlijk dat, en dat noemde jij eigenlijk Frank al als de hefboom van de financiële sector, wat een enorme impact die kan maken in de economie. En als we het hebben over hoe we onze economie weer groter kunnen maken, hoe we onze economie weer duurzamer kunnen maken, dan is dat denk ik een enorm belangrijke stap die we zouden kunnen nemen. Zouden moeten nemen. Ik denk dat allereerst is daar denk ik van belang. Ik geloof dat we de Nederlandse financiële instellingen die het klimaatcommitment getekend hebben, en Frank refereerde er ook al aan, die hebben geloof ik een balans gezamenlijk cumulatief van 3000 miljard euro. Nou, je kunt je voorstellen wat een enorme hoeveelheid geld wat we daar allemaal mee zouden kunnen doen. En het zijn diezelfde financiële instellingen die dus om tafel zitten bij de bedrijven als aandeelhouder. En die kunnen dus ook in alle vergaderingen daar het signaal geven dat dingen anders zouden moeten. Dat ze dingen, ze die risico's meer willen inperken. En dat is een beetje macro. En micro zijn dezelfde financiële instellingen die, als jij die hypotheek gaat aanvragen, je ook advies kunnen geven. Of je misschien nog wensen hebt rond de isolatie van je nieuwe woning. Dus ook op dat kleine schaal,
individuele leven van onze burgers kunnen die financiële instellingen als hefbonen functioneren. Nou, dus dat gaat eigenlijk over de positieve kracht die financiële instellingen kunnen hebben. Andersom is het natuurlijk ook zo. Financiële instellingen lopen gigantische risico's als ze onvoldoende rekening houden met de risico's van het verlies van biodiversiteit en ook andere milieurisico's. Daar is de politiek ook van invloed. Hè. We zitten natuurlijk allemaal met dichtgeknepen billen te kijken wat er in Amerika gebeurt op dit moment. Dat kan natuurlijk enorme impact hebben. Maar het is natuurlijk gewoon echt niet ondenkbaar dat de volgende crisis en de mooie metafoor die Frank gebruikte met de vloedgolf, die kan zeker komen uit het verlies aan biodiversiteit en de enorme impact die dat gaat hebben op ons ecosysteem. En ik hoef niet opnieuw te refereren aan die drie risico's, de fysieke risico's, de reputatierisico's, de transitierisico's, die zijn denk ik hartstikke goed ook beschreven en ook in het rapport. En ik zou graag ook nog vanuit de overheid hier compliment willen geven voor dit rapport. Het is denk ik echt een mijlpaal om ook dit thema te agenderen in Nederland. En net als met klimaat hoop ik dat we ook hier weer een voortrekkersrol kunnen zijn. Dan heb je natuurlijk de financiële sector, daar heb ik iets over de risico's die er wereldwijd zijn. Ik zie ook heel veel initiatieven die er al zijn. En ik neem aan dat Bas straks nog iets zal zeggen over bijvoorbeeld de Task Force for Nature-related Financial Disclosure. Dat vind ik ook een heel mooi voorbeeld waar ook vanuit diverse geledingen was gekeken van hoe kunnen we nou de informatie rond dit soort onderwerpen meer transparant maken. Nou, en wat kan de overheid dan vervolgens doen? Frank legt de lat hoog door te zeggen over de dubbele of de driedubbele hefboom die de overheid zou kunnen vervullen. En dat is denk ik, de overheid kan denk ik ook een hele belangrijke rol spelen. Allereerst, de overheid zal tenslotte de wetgeving en mandaat vast om toezichthouders hun rol te laten vervullen. En dus om toezichthouders ook te wijzen op het feit dat dit belangrijk is, dat hier aan gewerkt wordt, dat deze risico's op kaart teruggebracht wordt. En verder heeft de overheid, als bijvoorbeeld op dit moment worden de verzekeringswetgeving herzien, de Solvency 2 review voor de kenners. En daar wordt ook echt gekeken naar van wat voor rol kunnen toezichthouders hebben ook om de specifiek op verzekeraars en hoe zij hun portefeuille moeten kunnen inrichten en hoe ze daarom gaan met specifieke risico's. En de overheid probeert ook daar te zorgen dat er ook aandacht is voor klimaat en biodiversiteitsrisico's. Nou, het volgende punt wat ik zou willen maken, wat de overheid zou kunnen doen, is ook een vraag die Frank al opriep, namelijk het gebied van transparantie. In Europa werken we hard om de zogenaamde taxonomie vorm te geven. Dat is een ingewikkeld proces geweest, maar we zijn blij dat we daar tot een consensus hebben weten te komen om te kunnen, consistent kunt meten wat groen is in allerlei portefeuilles van financiële instellingen en wat niet. Nou, uiteindelijk wil je misschien naar een systeem toe waarin je ook alles wat vervuilend is echt meet. Maar het is toch een hele belangrijke eerste stap dat we consistent zijn hebben in de data. En niet alleen bij de financiële instellingen, maar dat ook grote bedrijven gedwongen worden om hier op een consistente manier informatie over aan te leveren. Het kan gewoon ook heel erg helpen om vervolgens om die financiële instellingen ook de mogelijkheid te geven om te kijken wat is nou eigenlijk groen. Als je het hebt over beleggingen. Nou, er komt ook allerlei dilemma's rond. Greenwashing, die hoef ik hier denk ik niet te herhalen. Wat is nog meer? Wat kan de overheid nog meer doen? De overheid is aandeelhouder van, ik denk, ongeveer de helft van de Nederlandse banken op dit moment. En heeft recent haar beleid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen, de eisen die de aandeelhouder ook kan stellen, de vragen die de aandeelhouder kan stellen, natuurlijk met respect voor de corporate governance codes, aangescherpt. Standaard onderdeel van alle gesprekken die de aandeelhouder heeft met ABN AMRO, de Volksbank, FMO, BNG, NWB, InvestNL. NVO is standaard onderdeel op de agenda. En biodiversiteit is daar
ook onderdeel van. En wordt inderdaad ook steeds belangrijker in de gesprekken die wij daar hebben. Verder heeft de Nederlandse overheid recent ook als eerste AAA-land een groene staatsobligatie uitgegeven. Super belangrijk om ook het voortouw te nemen en ook te werken om dat die markt voor groene beleggingen beter gaat functioneren. Enorme vraag naar vanuit de financiële sector. En op die manier probeert de overheid door de obligaties die wij uitgeven en dan specifiek te relateren aan investeringen die de overheid doet in verduurzaming van ons land. Om daaraan te werken. Nou, exportkredietverlening die wordt vergroend, oprichting van InvestNL en ook het internationale broertje of zusje van InvestNL waar we nu werken. Een heel duidelijk mandaat om te vergroenen. Er zijn andere voorbeelden waar de overheid het voortouw kan nemen. Nou, misschien tenslotte. We hopen binnenkort eigenlijk dat het voorstel vanuit Europa komt. Europa is nu de grote aanjager van dit probleem. We zullen dit ook actief agenderen vanuit Nederland. We trekken daar inderdaad nauw samen op met de DNB. Het actieplan van Timmermans om ook de vertaling van de Green Deal voor de financiële sector handen en voeten te geven. En de overheid zal in dit proces proberen ook de hefboomrol die wij kunnen vervullen te doen. De overheid is gecommitteerd om hier handen en voeten aan te geven. En hopen samen met ondersteuning van de kennisinstellingen, met samenwerking met de financiële sector en met de toezichthouders, om dit probleem hopelijk te voorkomen. En dat we niet uiteindelijk eindigen in een situatie waar we in het klimaat hebben moeten doen. Waar wij de conclusie trokken dat we inderdaad vele jaren te laat zijn. En als we nu gezamenlijk actie nemen, kunnen we hopelijk eerder zijn dan bij het klimaat. Dankjewel. Dank je, Christiaan, voor jouw bespiegelingen vanuit het perspectief van de overheid. Ik zal zo meteen Frank wil even vragen, kort op reactie. Maar ik wil eerst even het woord geven aan Bas Rutter, directeur duurzaamheid bij de Rabobank, om naast het beeld wat jij schetst vanuit de overheid, ook het beeld te schetsen vanuit, zeg maar even, de bankensector. Bas Rutter, onze aandacht is voor jou. Ja, dank Hans. Dank voor de mogelijkheid om te reflecteren op wat ik heb ervaren als een enorm inspirerend verhaal. Dus dank Frank daarvoor. Als bioloog werkend bij een bank is het altijd mooi om te horen dat de keuze daarvoor bevestigd wordt door zoveel passie voor een onderwerp waar je zelf ook gepassioneerd voor bent. En dat de mogelijkheid hebben in je baan vorm te geven. Dus dank voor de inspiratie. Dat is één. Ik herinner me, Frank, voor ik op de inhoud inga, een sessie rond kerst op de Nederlandse bank waar Simon Zadek en een gouverneur van de Chinese centrale bank een paar jaar geleden al reflecteerde op het klimaatprobleem en de rol die de financiële sector daarin zou moeten spelen. Hij had dat georganiseerd en ik weet nog dat er een golf van bewustwording door die zaal ging daar. En ik denk ook dat die vanaf dat moment niet meer verdwenen is. Heel belangrijk en goed voor het tempo van die verandering. En ik vond het ook heel inspirerend om te zien dat jij een startpunt maakte met een beweging bij centrale banken door het Network for Greening the Financial System daaraan toe te voegen. Een belangrijk volgende stap in de hervorming van het financiële stelsel om met dit soort thema's als klimaat en biodiversiteit het verschil te gaan maken, want de problemen zijn groot. Ik vond het als laatste punt voor ik de inhoud inga bijzonder dat jij eigenlijk in mijn beleving enigszins ondeugend de stelling poneerde dat klimaatrisico's onderdeel waren en zijn van het bestaande mandaat van DNB en van toezichthouders in brede zin. En hoewel dat toen in de beleving van velen best ondeugend was, is het inmiddels gemeen goed en wordt het breed omarmd. En ook dat, denk ik, is van groot belang voor het moderniseren van het toezicht en voor het aanjagen van de transitie die in de financiële sector nodig is om deze problemen te overkomen. Dus dank voor de inspiratie en dank voor jouw leiderschap. Ik wil heel graag inhoudelijk kort reageren op jouw verhaal. En dan inderdaad even vanuit de financiële sector, maar met de pet op van een mondiale food and agri financier. Voeding en landbouw en vanuit een praktisch perspectief. En dat kan niet anders dan beginnen met de opmerking dat wij jouw zorgen delen.
En dat wij die medeverantwoordelijkheid aanvaarden om onze aarde te beschermen tegen die onomkeerbare vernietiging van plantaardig en dierlijk leven die nou plaatsvindt. En wij ambiëren daarin een groen herstel en een actieve rol. En gegeven onze portefeuille is het logisch dat wij dat willen combineren financiering van een volhoudbare, gezonde wereldvoedselvoorziening voor iedereen. Vanuit wie we zijn en waar we onze missie op richten. Growing a better world together. Terecht gaf je aan, verduurzaming van de financiële sector focust sterk op klimaat en toenemend op biodiversiteit. En al helemaal wezenlijk voor een food en agribank dat die twee niet gescheiden zijn. Het zijn twee thema's die inhaken op eenzelfde ecologisch systeem. En het is belangrijk dat die twee integraal opgelost worden. Of het nou de Nederlandse stikstofproblematiek is, de waterproblematiek en de klimaatproblematiek. Of dat het mondiaal de discussie is over de volhoudbaarheid van onze economie. Wat ik zie in de praktijk, als het dan even aankomt op waar we zelf mee bezig zijn, op die twee agenda's. Dan is het heel mooi om te zien dat die biodiversiteitsagenda enorm profiteert van de klimaatagenda. Parijs effent nu het pad voor Kunming. De TCFD effent het pad voor de TNFD, dus de Task Force for Climate-Related Financial Disclosure. Helpt enorm om snelheid te maken van de pas zojuist gestarte Task Force for Nature-Related Financial Disclosure. En dat zijn wel belangrijke manieren van meten om zaken concreet te krijgen. En dat gaat dus aanmerkelijk sneller. Jij deed net een oproep voor de Nederlandse financiële sector om heel concreet te zijn in het commitment naar het behoud van biodiversiteit. Ik refereer in ieder geval alvast even naar de pledge van Finance for Biodiversity van 26 banken vorige maand in de aanloop naar de UN General Assembly, waarvan het merendeel Nederlandse banken waren. Maar ik neem graag de handschoen op om te kijken of we met vervolgstappen en concreetheid daar een volgende stap aan kunnen geven. Wat moet er gebeuren? Dat er moet gebeuren in de financiële sector op basis van jouw oproep. Ik denk dat de essentie is dat wij onze klanten moeten helpen en ook moeten aanzetten tot snelle en ingrijpende gedragsverandering. Onze economie moet anders. En we moeten ook laten zien dat het anders kan door concrete voorbeelden te bieden van een succesvolle transitie naar een duurzame productie van voedsel. En dat is een spannende rol voor een bank. Want wij zijn dienstverlener en wij zijn in dat opzicht niet de ondernemer. En wat wij nodig hebben en waar we aan werken, maar waarin we inderdaad samen moeten werken, zijn in mijn beleving 5 aspecten. En ik doe het kort. In eerste instantie is het nodig dat we weten wat het transitiepad is. Wat is dan het tegengaan van klimaatverandering? Ik denk dat we daar een heel eind zijn. 2 graden is de bare minimum. 1,5 moet het doel zijn. En daar werken we met z'n allen naartoe. En dat is een mondiale opdracht. Voor biodiversiteitsverlies, door onze klanten geantameerd, is dat moeilijker. Het is priller. We zoeken ernaar. Geen reden om niks te doen. Maar om je een idee te geven, en ook aan de luisteraars. Er zijn op dit moment tenminste 8 systemen die meten wat biodiversiteitsverlies is, die naast elkaar bestaan, allemaal voor de financiële sector. En de consensus daarover moet nog ontwikkelen. We moeten met elkaar die consensus bouwen om op basis daarvan te kunnen gaan meten. Want dat is het tweede punt. Banken kijken nu naar 2-degree lending. Hoe krijgen wij het klimaat op tijd op orde? Door een PACTA-methodiek te ontwikkelen. Een methodiek waarin wij per sector kijken wat er moet veranderen om zaken binnen Parijs te houden. Weet dat er voor het MKB en voor de landbouw nog geen uitwerking is. Dat betekent dus ook dat we daar hard aan moeten werken. We hebben als Rabobank voor die landbouw de hand gepakt en werken daarin samen met Wageningen en de World Business Council for Sustainable Development en andere banken. Maar het is er nog niet. Op biodiversiteit zijn er een aantal dingen heel concreet. Ontbossing moeten we voorkomen. Het monitoren van biodiversiteit kan, daar hebben we systemen voor, bijvoorbeeld voor de melkveehouderij en voor de akkerbouw in ontwikkeling. Maar om een voorbeeld te geven waar dat nog niet scherp is, de consensus in de wetenschap over de mate waarin gewasbeschermingsmiddelen, bestrijdingsmiddelen schadelijk zijn voor de ecologie, is er nog niet. We hebben het vanuit de WHO voor de menselijke schade.
van boeren, van werknemers op het land. We hebben het nog niet voor de relatieve ernst van de schade in ecologische zin. Althans met consensus. Moet gebouwd. Meten. Rapportage op basis van die meting. Transparantie. Hebben we TCFD? Daar wordt hard aan gewerkt. We hebben de Task Force for Nature-related Financial Disclosure in ontwikkeling. Wordt ook hard aan gewerkt. En die zijn nog niet op het niveau dat wij, bijvoorbeeld als Rabobank, onze tienduizenden boeren en de 30 miljoen hectare die zij bewerken als landbouwer met onze financiering op basis van die zekerheid, in die systemen integraal en transparant te rapporteren. Dus er is daar een hoop werk te doen. En dat werk doen we graag. Vierde, één na laatste. We hebben doelen nodig. Heldere doelen. De Pledge van Finance for Biodiversity is mooi, maar abstract. We hebben goed beleid nodig. Wij stellen geen ontbossing te financieren. Wij willen minder pesticiden. Wij willen meer biologische bestrijding. Verantwoord watergebruik. Bodemkwaliteit verhogen. Heldere doelen. En ik denk ook dat banken daar nu snel stappen in zetten. Maar op basis daarvan, en dan wordt het spannend, moeten we het gesprek aangaan met de klant en moeten we concrete producten en diensten ontwikkelen om het voor hen mogelijk maken dat te doen. Dat zijn lokale activiteiten. Lokale activiteiten als in een boer in de Beemster is geen boer in Brazilië. En we moeten dus ook goed oppassen dat we in het toezicht en in de controle op die biodiversiteitsimpact en op die klimaatimpact de lokale omstandigheden meenemen. Waar geen waterschaarste is, is het minder relevant. Waar water een tekort is, is het waarschijnlijk het allereerste waar je naar moet kijken. Dus dat is belangrijk en daar moeten we samen aan werken. Toezicht en risicomanagement moeten daarop geënt zijn. En dan kom ik bij het laatste punt. Leverage. We moeten het echt samen doen. PACTA, TCFD, TNFD, science-based targets. Er is een heleboel gaande. Dat is dan in de financiële sector, maar het moet ook en vooral met klanten en met andere stakeholders. Dus ik omarm van harte het feit dat we samenwerken aan CO2-beprijzing in het platform duurzame financiering van DNB. Ik omarm van harte dat we werken aan true pricing samen met wetenschappers en ondernemers. En ik omarm van harte dat we in het Deltaplan biodiversiteitsherstel met de hele keten samenwerken om te kijken hoe het kan lonen om het goede te doen. Wat ik daar dan wel voor vraag en waar ik toe uitnodig, is om te kijken of we in dat toezicht van centrale banken kunnen kijken hoe we stresstests, handboeken zo op maat kunnen maken dat het toezicht ook stuurt om het goede te doen. En daar zou ik graag toe uitnodigen om met elkaar te verkennen hoe we met concrete data, met harde doelen en met het juiste toezicht de financiële sector zo snel mogelijk de goede kant op helpen ontwikkelen. En ik zie ernaar uit om daarin verder de komende jaren groot, snel stappen te zetten. Dankjewel. Bas Rutter, voor dit inspirerend vergezicht vanuit de banken. Hè? Nou, ook concreet. Hè? Van ja, waar lopen wij nu tegenaan? Wat moet er gebeuren? Ik wil even met dat laatste punt. Hè? Wij willen stresstesten en handboeken die op de een of andere manier zeg maar ook dat doel van die biodiversiteitsverlies in kaart brengen, transparant maken. Die kwestie wil ik even terugleggen bij Frank Eltersson in zijn rol als toezichthouder. Herkent hij zich daarin, is mijn vraag aan jou, Frank. Herken je daarin en wat zou jouw advies op dat vlak zijn? Nou, ik wil, daar zal ik zeker iets over zeggen. Ik wil zowel Christian als Bas heel erg bedanken. Ik denk dat ze dit op een prachtige manier illustreert. Het feit dat wij hier nu vanuit het ministerie van Financiën, vanuit de financiële sector, vanuit het PBL, vanuit het DNB, met elkaar dit gesprek hebben, dat we zo aligned zijn in termen van de urgentie, in termen van het onderkennen van de problematiek, de weg naar voren. Dat is denk ik een compliment van hoe we de afgelopen jaren met elkaar hebben samengewerkt, hoe we elkaar vinden, hoe dat natuurlijk in een relatief klein land ook relatief makkelijk is om dat te doen. Maar het gebeurt toch wel. Dus dat is één. Dat is denk ik heel erg goed. Twee, heel concreet jouw vraag. De ECB heeft nu dat handboek over waarin ze voor het eerst, laten we zeggen, echt uitschrijft hoe ze in hun toezicht, in het bankentoezicht, duurzaamheid willen verwerken. Dat wordt as we speak geconsulteerd. En omdat wij ons heel erg realiseren dat wij ook niet de waarheid in pacht hebben. Dus we kunnen dit alleen maar met elkaar ontwikkelen. Het NGFS, dus dat
internationale netwerk van centrale banken toezichthouders heeft klimaatscenario's ontwikkeld met heel veel academici over de hele wereld, die ook weer in samenwerkingsverbanden met ons samenwerken, om te kunnen dienen voor stresstests en scenario's. We zijn met elkaar, want ook het NGFS consulteert de financiële sector, we zijn met elkaar hier het wiel aan het uitvinden. En dat is ook iets wat ik nog wil omarmen, wat Bas zei. Ik wil trouwens heel veel omarmen, wat hij zei, trouwens ook wat Christian zei, maar heel specifiek ook dit punt, dat we het wiel maar ten dele hoeven uit te zien. Want we hebben al heel veel in het klimaat met elkaar ontdekt. En als er nou één les is dat we hebben haast. Want die soorten die sterven gewoon nu uit. En die temperatuur die stijgt nu. Dus we hebben ook geen tijd te verliezen. Jij nam ons mee, heel concreet, Bas. Ik herinner me die bijeenkomst bij de Nederlandse Bank ook nog als de dag van gisteren. Maar ik zat even na te denken. Dat was eind 2015. Dat is 5 jaar geleden. En in de tussentijd is er enorm veel gebeurd. En dat is heel erg mooi. Maar we moeten van A naar B. Dus de vraag is niet alleen hoe ver zijn we van A. Maar de vraag is natuurlijk vooral ook nog. Hoeveel scheidt ons nog van B? Je hebt helemaal gelijk. Misschien nog even heel specifiek dat punt van. Om alle toezichthouders in deze wereld. Ik denk financieel, maar eigenlijk ook daarbuiten. Een hart onder de riem te steken. Je hoeft inderdaad niet de wet te veranderen. Om je hier... rekenschap geeft het feit dat dit al onder ons mandaat valt, want financiële instellingen moeten al hun materiële risico's managen. Zelfs als er geen toezichthouder was, moesten ze dat doen en deden ze dat ook, want de financiële instelling wil ook graag de dag van morgen en het volgende decennium halen. Dus men manage risico. Het inzicht was dat klimaat uiteindelijk leidt tot financiële risico's die materieel zijn en dus al op basis van de bestaande wet moeten worden beheerst. En dat hebben we nu inmiddels ook cijfermatig aangetoond voor wat betreft biodiversiteitsverlies. Dus we hoeven niet jarenlange wetgevingstrajecten door te maken om dit te veranderen. We hoeven alleen maar onszelf dit te realiseren. En dan kunnen we de bevoegdheden die we hebben gebruiken. En die moeten we op een slimme manier gebruiken. Ik ben volstrekt eens met Bas. Biodiversiteit is heel vaak lokaal. Er zijn natuurlijk internationale trends waar we internationaal over nadenken. Maar er zijn ook heel veel lokale manifestaties daarvan. En natuurlijk moet het toezicht daar rekening mee houden, want het gaat ons erom dat alle materiële risico's worden gemanaged. Maar dat betekent natuurlijk dan ook dat risico's die niet materieel zijn op dat moment voor die instelling dan ook niet relevant zijn, zodat ze hun schaarse risico's kunnen inzetten voor die dingen die wel materieel zijn. Oké, ja, dank. Ik wil naar, want onze chatruimte stroomt over van vragen van mensen die zitten te kijken. Dus ik wil de beweging nou maken van onze voorgeprogrammeerde bijdragers naar, zeg maar eventjes, het vraag- en antwoordspel vanuit kijkers. En we hebben 2 gangmakers daarvoor gevraagd om dat vraag- en antwoord, die wisseling op gang te brengen. En de eerste, die is wel heel toepasselijk, want de verwijzing naar het klimaatakkoord Parijs 2015, het traject dat we daar al hebben afgelegd, dat is steeds ten voorbeeld gegeven aan de biodiversiteitsagenda. De eerste vraagsteller zal Ed Nijpels zijn, voorzitter van het klimaatakkoord. Ik ben benieuwd naar zijn vraag voor jou, Frank. Ed Nijpels. Ja, in deze plaats zou ik Frank van harte willen danken voor deze schitterende bijdrage. Het doet mij weer denken aan zijn verhaal dat hij in 2019 heeft gehad op Springtij, waar toen heel veel mensen ernstig door werden geïnspireerd. Ik ben vannacht om 16:45 buitengewoon chagrijnig naar bed gegaan, omdat het er toen nog bleek dat Biden de verkiezingen ging verliezen. En ik ben gelukkig weer wat optimistischer geworden door het verhaal van Frank en ook van Bas Rutte. Niet zozeer omdat zij beschrijven hoe ernstig de situatie is, maar ook omdat zij instrumenten aangeven en waarmee je dat verlies aan biodiversiteit te lijf kunt gaan. Mijn vraag is eigenlijk aan Frank, dat zijn een paar vragen. 1 vraag 1 is, als je een aantal van de sprekers heeft gezegd dat die biodiversiteit en klimaatkwesties elkaar overlappen, ook omdat we nog steeds geen instrumenten hebben om die biodiversiteit goed aan te pakken, zoals een ETS-systeem, kun je stellen dat als je een heel strak klimaatbeleid voert, dat je dan uiteindelijk ook het biodiversiteitsvraagstuk compleet oplost? Of blijven er dan nog resterende vraagstukken? En de tweede vraag, die mij toch bezighoudt, we hebben dat prachtige ETS-systeem, als je het althans goed toepast, is er ook niet een list te verzinnen door Tom Poes over hoe we op het terrein van de diversiteit ook zo'n instrument kunnen ontwikkelen? Want dat maakt het voor politici hanteerbaar. En dan op de derde plaats een vraag over de Nederlandse politieke situatie. We krijgen de verkiezingen.
We krijgen dan ook onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord. Welke instrumenten of wat zou jij in het regeerakkoord willen hebben als het gaat om de aanpak van die biodiversiteit? En tenslotte nog een laatste opmerking. Ik was als voorzitter van het Klimaatberaad, Klimaatakkoord, heel blij dat destijds een week na de behandeling van het Klimaatakkoord in de Tweede Kamer, de financiële sector, als eerste voorop stond om het Klimaatakkoord te ondertekenen. Er zat toen 3000 miljard euro zat toen in de zaal. En die financiële sector verdient een groot compliment dat zij vooruitlopen. Bijvoorbeeld het standpunt toen de moed heeft gehad om gewoon te tekenen. Zou zo'n initiatief ook kunnen worden genomen door de financiële sector? En dan niet wachten totdat de politiek handelt, maar voorop lopen door met een soort eigen akkoord te komen. Tot zover, Hans. Ik zou willen voorstellen dat we even wat vragen inventariseren en dan Frank de gelegenheid geven om te antwoorden. Hij mag een keuze maken, want er worden wel veel vragen nu gesteld in één keer. Ik vind overigens die vraag over het ETS-systeem voor biodiversiteit een heel interessante. Maar ook die vraag inderdaad, die eerste, over wat wordt nu al afgedekt door het klimaatakkoord. Wat bij kan dragen aan de universiteit. Maar laten we even de vragen verzamelen. We hebben een tweede gangmaker voor het vraag-en-antwoord deel. Dat is Maarten de Zeeuw, campagneleider klimaat van Greenpeace. En ik zou Maarten willen vragen om ook zijn vragen nu te formuleren. Ja, ontzettend veel dank voor alle kritiek. Frank, ik ben benieuwd hoe je de rol van de ECB ziet. Vorig jaar noemde Christine Lagarde, de voorzitter van de ECB, het aanpakken van de klimaatcrisis een mission critical prioriteit voor de ECB. Dus vandaar mijn vraag, hoe ziet hij de rol van de ECB in het versnellen van de transitie naar een duurzame economie? Oké, dat was hem. Helemaal goed. Kort en krachtig. Terug naar Frank. Frank, ik ben benieuwd naar welke vragen jij gekozen hebt om te beantwoorden. Dankjewel. Ed, goed je te zien. Dank ook Maarten voor je vragen. Misschien een paar gedachten die bij mij opkomen als ik naar jullie luister. Ik denk dat klimaat en biodiversiteit vallen voor een groot deel samen, maar niet helemaal. Dus ik denk dat het oplossen van de klimaatproblematiek is een noodzakelijke, maar een onvoldoende voorwaarde. Ik kan me scenario's voorstellen waarin we weliswaar die uitstoot naar nul terugbrengen, waarin we misschien ook wel onder die 2 graden, of althans die 2 graden kunnen blijven, maar waarin we toch hele grote delen van de biodiversiteit hebben opgeofferd inmiddels. Dus ik denk dat ik het zou samenvatten als een noodzakelijke, maar een onvoldoende voorwaarde. En uiteindelijk, daar zullen experts op andere gebieden ook moeten kunnen uitleggen, of misschien ook nog wel verder moeten onderzoeken, in hoeverre, als je nou helemaal niks aan biodiversiteit zou doen, je met het oplossen van het klimaatprobleem, als ons dat al tijdig lukt, en je toch een deel, en hoe groot dat deel dan precies is, ik zou er niet op gokken. Ik zou allebei gewoon met kracht aanpakken. Maar nogmaals, ik denk een noodzakelijke, maar onvoldoende voorwaarde. De ETS-vraag, ik denk super belangrijk. Ik zei het in mijn speech, van één inzicht hebben we, het beprijzen van die externaliteit is belangrijk. Maar jouw vraag is dan, hoe doe je dat dan precies in de biodiversiteitscontext? Ik moet eerlijk zeggen, daar hebben wij nog geen concreet antwoord op die vraag. En dat is eigenlijk heel erg zorgelijk. Dus daar zou ik iedereen die luistert, misschien Hans of Hedders, ook ideeën toe willen oproepen. Want ik denk dat we daar gewoon duidelijk huiswerk te doen met elkaar. Maar het zal, dat is wel onze intuïtie op dit moment, het zal waarschijnlijk een combinatie van factoren zijn, omdat er niet één element is wat je kan beprijzen, maar daar waar je kunt beprijzen, denken wij dat buitengewoon zinvol is. Omdat ik vrees dat Hans en Frank dat afkappen, spring ik even naar Maarten, omdat ik zijn vraag in ieder geval ook wil beantwoorden. Kijk, ik denk dat iedere centrale bank en iedere toezichthouder, maar dus ook concreet de ECB, hier een belangrijke rol heeft te spelen. En als ik even heel kort een opschrijf mag maken, aan de ene kant toezicht, daar hebben we het over gehad. De ECB is toezichthouder op alle banken in Europa. Op de grootste, helemaal rechtstreeks, op de kleinere via de nationale centrale banken, in Nederland de Nederlandse Bank. De banken moeten al hun materiële risico's managen. Dit is een materieel risico, dus moeten we in ons toezicht hier naar kijken. Dat betekent dat we banken moeten bevragen op hoe zit het in je businessmodel? Hoe is dit in je strategie? Hoe is het in je risicobeheersing?
Dus op al die terreinen waar wij banken jaar na jaar op bevragen en op challengen en op bezien of ze dat op een goede manier doen, moeten we dit meenemen. In Nederland, om jullie een idee te geven, vragen wij ook tegenwoordig als iemand als, stel je voor dat je directeur van een bank zou worden, dan moet je een geschiktheidstoets doen bij ons. En ook in dat gesprek vragen wij mensen naar hun kennis op dit moment op het gebied van klimaat- en biodiversiteitsrisico's, omdat wij het belangrijk vinden om als toezichthouder bij dat allereerste contact al te laten zien dat wij dit een belangrijk element vinden. Ook daar zou de ECB misschien nog stappen kunnen zetten. Dat zijn de toezichtkant. Aan de centrale bankkant zijn daar ook stappen te zetten. De Nederlandse Bank bijvoorbeeld heeft de Human Principles for Responsible Investment getekend, omdat wij ook eigen investeringen doen. Er zijn inmiddels een klein handje vol centrale banken die ons daar hebben gevolgd. Dat is een voorbeeld. Verder is het zo, een beetje technischer, maar dat de centrale banken maken monetair beleid. In het kader daarvan lenen ze geld uit aan de banken. Banken geven daar onderpand voor terug. Dat onderpand moet worden gewaardeerd. En in de waardering van dat onderpand moeten wij ook nadenken, ook wij, over klimaatgerelateerde en biodiversiteitsgerelateerde risico's. Om dat op een goede manier te doen, is het belangrijk dat bedrijven op banken daarover rapporteren. En wij zouden stappen kunnen zetten door te zeggen, nou ja, wij vinden het, wij gaan dat in toenemende mate, naarmate daar ook betere standaarden voor komen, et cetera, maar in toenemende mate gaan we eisen stellen aan de mate waarop de partijen met wie wij in het kader van het monetair beleid zaken doen, rapporteren over hun klimaatrelateerde risico's. Dat is een tweede element. En een derde element waar in ieder geval een van de leden van de huidige executive board, dus directie van de Europese Centrale Bank, onlangs ook een speech over heeft gehouden, is de vraag dat je zegt, kijk, wij moeten als centrale bank, mogen wij niet politiek zijn, mogen wij geen politieke keuzes maken, wij moeten onze prijsstabiliteitsmandaat uitoefenen. Dat betekent dat we in het opkopen van de activa, wat nu onderdeel is van het monetair beleid, de markt moeten kopen. Er is een principle of market neutrality. Marktneutraliteit wordt daar gezet. Maar als er een markt falen zou zijn, doordat CO2 niet is beprijsd, zou het wel eens kunnen zijn dat door, ja, ik zou bijna zeggen, een beetje blind de markt te kopen, we dat marktfalen bestendigen. En dan is het de vraag of we eigenlijk wel voldoen aan het Europees verdrag, waarin staat dat wij onze taken moeten uitoefenen met als uiteindelijke achterliggende randvoorwaarden een efficient allocation of resources. Sorry, excuus dat ik het alleen maar in het Engels weet, maar een efficient allocation of resources. En de vraag is of daar sprake van is in het kader van een marktfase. Nou, dat is een ingewikkeld verhaal, maar wat ik daarmee wil zeggen is, hier is ruimte voor dieper nadenken. De oplossingen zijn niet onmiddellijk voor de hand liggend. Er is een strategie review gaande nu bij de Europese Centrale Bank. Die loopt nog tot de loop van volgend jaar. Een van de werkgroepen die daar werkzaam is, gaat precies over dit soort vraagstukken. Dus ik denk dat je een belangrijk thema hebt aangesneden. Vragen binnen. Dus het is lastig om daar een keuze uit te maken. Maar ik vind deze wel integrerend. Hij wordt nu net geprojecteerd naar mij toe. Hij is van Jojanneke van der Veen, van het ministerie van LNV. Wij zitten heel sterk te praten vanuit het systemische perspectief. Hè? Hoe werken financiële-economische systemen? Wat kun je daaraan doen om effecten voor klimaat en biodiversiteit meer te integreren in die systemen? Maar hoe zit het met het draagvlak? Hoe zit het met de politieke en maatschappelijke draagvlak voor dit thema? We kunnen van alles nog wat systemisch gaan doen. Maar als er geen politieke en maatschappelijke draagvlak is, ja, dan gaat het ergens spaak lopen. Wil je daar eens even op reflecteren, Frank? Ja. Ja, ik denk dat het een ontzettend belangrijk vraagstuk is. En ik denk dat het ontzettend goed is omdat het hier ook nog een keer benoemd. Ergens, en tegen het einde van mijn speech, heb ik daar iets over gezegd. Dat heb ik gezegd, het gaat niet alleen maar over de relatie tussen financiële instellingen en burgers. Het gaat ook om relaties tussen burgers onderling. Ik denk dat je, als je het samenvat, zou kunnen zeggen, als we dit vraagstuk niet kunnen adresseren, als we er niet in slagen om mensen mee te nemen, als we er niet in slagen om mensen te laten zien dat de maatschappij, degene die hier verliezers zullen zijn, er zullen mensen, als we niet oppassen, verliezers zijn. Als je nu in Zuidoost-Polen in een mijn werkt en de kolen worden verboden, dan ben je wel je baan kwijt en je hebt maar één leven, hè, dus je krijgt niet daarna nog een kans. Dus we zullen, er zijn talloos van dit soort voorbeelden ook in Nederland te verzinnen. Niet iedereen heeft het geld om zijn of haar huis te vergroenen. En dus we zullen op allerlei manieren moeten zorgen dat we mensen meenemen. Als we daar niet in slagen,
gaan we er niet in slagen om het klimaatprobleem te lossen. En wie zijn daar uiteindelijk het meeste dupe van? Nou, juist die mensen die hier bang voor zijn, omdat ze terecht bang zijn dat als we ze niet meenemen, ze achterblijven. Dus alles is hier met elkaar verbonden. Vandaar dat ik ook inderdaad dat met kracht ook in mijn inleiding heb gezegd. Dus dank ook voor deze vraag. Hoe je dat nou precies moet doen, dat is uiteindelijk natuurlijk heel erg een politieke vraag. We hebben hier Ed Nijpels, we hebben ook anderen. Daar hebben we misschien allemaal onze gedachten bij. Maar dat dit een cruciaal en integraal onderdeel moet zijn van de oplossing van dit probleem, voor mij staat als een paal bovenaan. Nee, misschien hebben we daar ook wel andere coalities voor nodig. Dan kan de financiële economische sector dat niet in zijn eentje doen. Nou, daar ben ik het volstrekt mee eens. Zeer mee eens. En daar ben ik ook blij dat Maarten hierbij is. Wij spreken ook al sinds jaar en dag ook bij de Nederlandse Bank met NGO's. Maar vakbonden, jeugdorganisaties, politieke partijen, iedereen moet hier een rol in spelen. En overigens zijn we daar in Nederland ook goed in. Hè? En dat hoef ik niet te zeggen met Ed Nijpels hier. Ed Nijpels is daar een groot voorbeeld van in het kader van het klimaatakkoord. Dus die kan hier vast verstandiger dingen over zeggen dan ik. Een andere vraag die via de chatruimte is binnengekomen is van Dirk Schoenmaker van de Erasmus Universiteit en Romy Goedieke, senior expert bij IUCN. Dat gaat erover dat wij natuurlijk ontzettend nu aan het praten zijn over risico's, financieel-economische risico's. Maar hoe ga je nou positieve incentives organiseren? Hoe zorg je ervoor dat de goede investeringen gaan plaatsvinden of dat er best practices voorbeelden komen? Zie je daar ook een rol in voor de financiële sector? Nou ja, absoluut. Kijk, het mooie is dat als je met mensen in de financiële sector praat, dat kan Bas ook heel goed zeggen, zo gauw als je risico's zegt, dan denkt men, daar is een munt. En op de ene kant staat risico, op de andere kant staat opportunity en mogelijkheid als je dat op een verstandige manier doet, tot een duurzame winstgevendheid. Een voorbeeld wat ik in het verleden in de klimaatcontext heel vaak heb gebruikt, maar wat misschien dit ook illustreert, is dat wij inmiddels, ik denk nu 3,5 jaar geleden, een onderzoek zijn begonnen naar in hoeverre de banken in Nederland op de hoogte waren van de energielabels van de kantoorgebouwen waar ze leningen, die ze als onderpand hadden genomen of waar leningen aan waren gegeven, waar ze exposures of uitzettingen op hadden, zeggen wij dan. En op dat moment, en dat is relevant, omdat de wetgeving is inmiddels in Nederland die, als ik nou goed zeg aan mijn hoofd, op 1 januari 2023 als eis stelt dat ieder kantoorgebouw in Nederland een C-label heeft, of beter, dus B of A, nog hoger. Omdat je, als je dat niet hebt, dan mag je dat niet meer verhuren. En dat is heel slecht voor de waarde van het gebouw, kan ik jullie vertellen. Dus toen wij daar 3,5 jaar geleden de banken op bevroegen, toen bleek dat ongeveer de helft van de banken dat niet wist. En van de andere helft van de banken wist men op weer de helft van de kantoren waar ze een uitzetting op hadden, wisten ze dat label. Nou kan je zeggen somber, somber, somber. Maar je kan ook zeggen, wat goed eigenlijk, hoe daar toen op is gereageerd. Want heel veel banken hebben toen dat onmiddellijk zich gerealiseerd. Ja, dat is natuurlijk belangrijk, moeten we weten. Omdat daar ook opportunities in zitten. Want je kan natuurlijk dan vervolgens naar de eigenaar van dat gebouw gaan en zeggen van, weet je, jij hebt een probleem, maar ik ben deel van jouw oplossing. We kunnen met elkaar proberen, door ik jou meer uit te lenen bijvoorbeeld, dat gebouw op tijd te refurbishen en te zorgen dat het wel degelijk aan dat label voldoet. We kunnen zelfs doorstoten naar een nog mooier label en een paar jaar daarna misschien, of zelfs al in één keer als dat goedkoper zou zijn. Misschien dat je daardoor iets meer moet lenen, maar dat ga je op een gegeven moment weer terugverdienen door het te terugbrengen van de energiekosten, et cetera. Dus een heel concreet voorbeeld, er zijn duizenden andere voorbeelden, Bas heeft ongetwijfeld allemaal paraat, maar het laat zien dat er aan de andere kant van risico zitten de opportuniteiten en die moeten we natuurlijk grijpen en die worden ook gegeven. Ja, ja. Een tweeledig zwaard eigenlijk. Dus als je het aan de ene kant goed organiseert, dan openbaren zich vanzelf aan de andere kant weer nieuwe kansen en investeringsmogelijkheden. Ik heb nog een vraag voor je, dat gaat over hoe stellen marktpartijen zich op dit moment op, van Jurgen de Jong van het ministerie van BZK. Waarom gebeurt het nu niet? Waarom pakken bedrijven gewoon niet de opportunities die ze nu hebben? Wat weerhoudt ze om nu al de draai te maken? Ja, dan ga ik toch eerst ook nog even zeggen dat er al ontzettend veel wel gebeurt. Hè? Want het is echt heel bijzonder wat er allemaal al in de financiële sector is gebeurd. Als Bas als probleem op tafel legt dat er 8 manieren zijn om op de een of andere manier te meten wat je impact is op biodiversiteit, dan zijn er inmiddels wel 8 manieren om dat te doen. Het probleem nu is dan, hoe kom je tot eentje die we met z'n allen kunnen gebruiken? En moet je daar nog verder ontwikkeling doen? Maar daar is dus natuurlijk al enorm veel gebeurd. Als ik zeg van kunnen we niet komen tot laten we zeggen, een zo concreet commitment van de financiële sector in Nederland
op biodiversiteit, zoals dat ook al ligt op klimaat. Wat ik daarmee zeg is, het is natuurlijk fantastisch dat dat op het gebied van het klimaat al ligt. En het is ook zo dat inderdaad, precies wat jij zegt, Bas, ook op het gebied van biodiversiteit, die plets er al in. Dus mijn uitdaging bouwt daarop voort. En bouwt niet voort op volstrekte kale grond, in tegendeel. Dus er gebeurt al heel erg veel. Maar uiteindelijk moeten we die miljarden die naar groen gaan, om het even zo te zeggen, dat moeten triljarden worden. En dat moet zo snel mogelijk gebeuren, omdat de omvang van de problematiek ook dusdanig is. Ja, daarvoor, in ieder geval bij klimaat, is heel duidelijk, daar is beprijzing toch wel cruciaal. En overigens, en daar is dan nog ook even de rol van de overheid, beprijzing is ook gewoon deadline stellen en vanaf een bepaalde dag iets verbieden. Dan maak je er namelijk, zo kan je het economisch zien, gewoon prohibitief duur. Het mag nou niet meer. Dus er is een dag dat je niet meer met van die vervuilende bommers door Amsterdam mag rijden. Er zal een dag zijn dat er geen dieselauto's meer zijn in Nederland. Er zal een dag zijn dat er geen fossiele auto's meer zijn in Nederland. En die deadlines, en die worden natuurlijk ook dan voor een groot deel Europees, dat is maar goed ook vastgesteld. Maar die deadlines die zullen er gelden voor kolencentrales, die zullen er gelden voor uiteindelijk fossiele centrales, et cetera. Dus het vaststellen van een heel duidelijk pad, dat was volgens mij het eerste punt wat Bas ook noemde, hele duidelijke deadlines, heel duidelijke de mijlpalen, en om dat vervolgens dan weer niet schoksgewijs te doen, maar zo subtiel mogelijk met beprijzing daaronder, dat is waarschijnlijk de manier om dit nog te versnellen. En dat is uiteindelijk in handen van de overheden. Want wat ik er straks al zei, je kan dingen uitstellen, maar het klimaat is onverbiddelijk, en dat geldt ook voor biodiversiteitsverlies, dus het komt er, het kan back with a vengeance. En dan is het probleem alleen maar groter. En heb je nog minder tijd. En dan moet je nog radicalere maatregelen treffen. En dan is het nog risicovoller en nog moeilijker om de bevolking mee te nemen. Dus er is echt geen tijd te verliezen. Want hoe eerder we stappen zetten en hoe effectiever die stappen zijn, hoe geleidelijker, ondanks het feit dat we eigenlijk nog maar weinig tijd hebben, hoe geleidelijker dat beleid kan zijn. En dat is alleen maar goed. We naderen het einde. Dus er is nog ruimte, denk ik, voor 1 of 2 vragen. Deze wil ik ons niet onthouden. Hij komt van Maarten Dros van Wij.Land Foundation. Hij constateert, mijn zin is terecht, dat er een zekere spanning zit in het verhaal. Hè? Dus enerzijds jouw bijdrage, jouw pleidooi voor niet afwachten, gewoon van wal gaan. Hè? Als we niet van wal gaan, we blijven alleen maar afwachten, dan gebeurt er niks. Dus kom op jongens, netwerken vormen, daarmee aan de slag gaan. En Bas Ruter die eigenlijk zegt, van, ja, maar ik heb eerst een transitiepad nodig. Ik heb eerst concrete doelen nodig. Ik moet weten hoe het pad verloopt voordat ik als bank daar mee aan kan begeven. Dus die spanning tussen enerzijds, ik wil eerst een soort uitgetrild landschap hebben, zodat ik weet waarbinnen ik opereer. En anderzijds de noodzaak om van wal te gaan en iets te gaan doen, omdat anders het schip niet in beweging komt. Hoe kijk je tegen die spanning aan? Ja, nou, ik denk dat die... Ik begrijp dat je voor het stellen van de vraag die spanning wat aandikt. Ik heb zelf Bas eigenlijk niet op die manier gehoord, want hij gaf tal van voorbeelden waarin de instelling waar hij voor werkt op dit moment al bezig is. En in zekere zin helemaal niet wacht, maar gewoon met klanten bezig is om deze problematiek daadwerkelijk te adresseren. Maar dat genuanceerd hebbende ben ik het met je eens dat er een gevaar bestaat dat iedereen op iedereen gaat zitten wachten. En dat hebben we natuurlijk wel deze wereldwijd. En een enkeling aan wie het Nijpels al refereerde en die ons vannacht allemaal heeft opgehouden, doet dat nog steeds. Maar dat wereldwijd natuurlijk veel te lang op zijn beloop hebben gelaten. Dus, en wat is daar dan voor nodig om niet op elkaar te gaan zitten wachten? Dat is toch dat u elkaar vindt. En vandaar dat ik met zoveel kracht heb gepleit voor iets wat lijkt op het verdrag van Parijs, omdat dat wereldwijd toch een begrip is geworden. Wij zijn daar hebben we elkaar gevonden, daar zijn juridisch verplichtingen aangegaan. Daar is om die afspraken tussen de staten heen zijn er allerlei commitments aangegaan, ook door private partijen, ook in de financiële sector. En waarom zouden we dat wiel nog een keer uitvinden? Waarom zouden we iets heel anders doen? Waarom zouden we niet dat ook doen, maar dan op het gebied van biodiversiteit? Dus ik denk dat zo'n moment heel belangrijk is. Dat vertaalt zich dan vervolgens in nationaal beleid. Dat nationale beleid zal zich vertalen in deadlines. Maar en dat is dan weer jouw punt. Daar, en als het dan zo zou ik dan dat weer nuanceren, daar moeten we dan ook weer niet met z'n allen op gaan zitten wachten. Want je kan op je vingers natellen dat dit soort dingen op een gegeven moment toch gaan gebeuren. Dus daar waar je kan, zet stappen. Dus je hebt tegelijkertijd, zeg maar even, bottom-up strategieën nodig als top-down strategieën. Die moeten elkaar op de een of andere manier permanent informeren, bevruchten, leren. Ik heb nog een andere vraag voor je. Die komt wat minder uit de chatbox. Misschien is hij daar ook wel in gesteld. Maar hij intrigeert mijzelf wel een beetje. We hebben het nu steeds over klimaat en biodiversiteit.
Maar daarmee hebben we natuurlijk niet de agenda van de leefomgeving compleet gemaakt. Er ligt nog een kwestie. Dat is het grondstoffenbeleid, hè, grondstoffengebruik. Hoe zie jij klimaatbeleid aan de ene kant, biodiversiteitsbeleid aan de andere kant in relatie tot grondstof? Moet dat grondstoffenbeleid een derde spoor worden? Of moet dat geïntegreerd worden in die andere sporen? Heb je daar gedachten bij? Ja, nou, eigenlijk hè, is het heel gek dat we... Ik had ook die pin kunnen opdoen. Eigenlijk is het heel gek dat we nu al, wat is het, anderhalf uur met elkaar praten en dat de Sustainable Development Goals nog helemaal niet zijn genoemd. Maar klimaat en biodiversiteit zijn er natuurlijk, maar er zijn daar onderdeel van. Maar het is natuurlijk een veel bredere agenda. En die is niet toevallig, die is veel breder, omdat we met elkaar als wereld, als Verenigde Naties, met elkaar hebben nagedacht over de vraag dat eigenlijk al die grote wereldproblemen die hangen allemaal met elkaar samen. En die zou je dus allemaal in een geïntegreerde, holistische manier moeten zien. En eigenlijk denk ik dus dat als ik en zo praten we er binnen de Nederlandse Bank ook over. Toen we eenmaal begrepen dat wat we hadden gezien op het gebied van klimaat ook geldt op het gebied van biodiversiteit, maar ook geldt op het gebied van, nou je zegt het zelf, van grondstoffenschaarste. Ja. Een van die rapporten die ik in mijn opzomming noemde, ook alweer van een paar jaar geleden, Waterproof, gaat daar ook gewoon concreet op in op een grondstoffenschaarste. En overigens ook op mensenrechten schendingen. Ook die kunnen leiden tot financiële risico's. En ook die kunnen dus leiden tot materiële risico's. De financiële risico's die moeten worden gemanaged door de financiële sector en waar je dus dan ook de toezichthouder toezicht op moet houden. Dus, en de SDG's, nogmaals, bij klimaat en bij biodiversiteit is dat misschien op dit moment het meest duidelijk, maar dat is breder, zijn eigenlijk ook een hele goede voorspeller van toekomstig overheidsbeleid, want we hebben eenmaal met elkaar afgesproken dat we die met z'n allen bij de horens willen vatten. Ja. En een voorspeller van toekomstig overheidsbeleid is relevant voor je risicomanagement als financiële instelling, omdat dat ook eigenlijk de andere kant van de medaille is van toekomstige transitierisico's. Dus het is ook heel verstandig om als financiële instelling holistisch te kijken, omdat het eigenlijk, nou wat ik zeg, een voorspeller is van toekomstig overheidsbeleid. En het zou ook zo moeten zijn, want alleen als we op zo'n holistische manier naar deze zaken kijken, kunnen we de problemen daadwerkelijk oplossen. Ongetwijfeld hadden we nog lang kunnen doorpraten hierover, maar het is 12:30. En het is al vermoeiend genoeg om steeds naar een beeldscherm te kijken. Hè? We zijn al lekker anderhalf uur met elkaar in gesprek. Volgens mij hebben we ontzettend veel inspiratie gekregen van jou en van de andere sprekers. Ik wil je hartelijk bedanken voor je bijdrage. Ongetwijfeld blijven met elkaar in gesprek. Want dit dossier, dat gaat nog zijn weg vinden. Er zijn nog allerlei interessante uitdagingen te volgen. Ik zou ook Christian Rehbergen, Bas Ruter, Ed Nijpels en Maarten de Zeeuw willen danken voor hun bijdrage aan dit webinar. En ik kan niet anders dan afronden met de wens dat wij binnen niet al te lange tijd weer met z'n allen gewoon hier lekker fysiek aanwezig kunnen zijn in dit mooie atrium om dit debat dan verder te voeren. En met elkaar ook de discussie aan te gaan en strategieën te ontwikkelen. Frank Eldersson, van harte bedankt. En ik wens je veel succes toe in jouw carrière, die ongetwijfeld aan de andere kant van de grens vervolgd gaat worden. Dank je. Dank u, dames en heren. Dit is allemaal na te volgen op het YouTube-kanaal van PBL. Dat zal vanmiddag ergens gepost worden. Dus mocht u het nu even niet allemaal hebben kunnen volgen, u kunt het gewoon nazien. Ik dank u vanuit het atrium van B30 terug naar uw eigen woonkamer.